We gaan eventjes eerst de bingo kaart gaan we weer eventjes doornemen. We spelen tot en met 10 uur, toch? Maximaal. Of als iemand klaar is, natuurlijk. We hebben TM34 of Swagger. We hebben Call a Black Belt. We hebben a Pokémon with 4 moves sharing its type. Of types. Dus bij een dual type Pokémon is dat makkelijker. $0 on hand of bij mama. Own six different normal type Pokémon. Release starter before level 11. Encounter Suicune on route 42. En dat is dan de overworld encounter, zeg maar. Catch a Pokémon in Tojo Falls. Mineral Badge. Poison Barb. Suicune, Raikou or Entei. Sunflora of Executor. Beedrill of Butterfree. A Pokémon with a Rock-type move. Two different baby Pokémon. Venonat of Paris. Gligar, Delibird of Sneasel. 20 different TMs. Defeat all 4 trainers in National Park. Noctowl of Pharaoh. Slowpoke Tail. Bayleaf, Quilava or Croconaw. Miltank or Tauros. A Ghost-type Pokémon of Berry Juice of Elixir. Zijn er nog vragen? Volgens mij zijn er geen vragen, want ik hoor niemand de vraag stellen. Zeker. We gaan voor 2 rijen. 2 verschillende rijen, dus niet 2 horizontaal of 2 verticaal. 2 diagonaal mag wel. En met de shiny mag je een extra vakje afkruisen naar eigen keuze. Maar die moet je wel meteen kiezen als je de shiny hebt. En de shiny in Lake of Rage telt niet. Oké. 3, 2, 1, let's go! Oh nee, Rusty is verschrikkelijk woedend. Dat moeten we echt niet hebben. Oh, welke? WK's werkbal. Zeker niet. Swagging the balling. Spawning ding. Ik sta al voor in. Booming. Magische poeder. Jij is zonder. Dus je bent al af. Ja. Oh, fuck. Ja. Dat is goed. Krijg de disqualificering. Een Flaflip. Oeh, een Spearow kan ik wel doen. Ja, trouwens, nee, die kan ik niet doen. Dat is een Engels leenwoord. We gingen tegelijk, Sandring. Kabooming! En het is ook nog het middelste vakje, Eng. SMS SP on. Zonder praten, hè? Oh ja, je had een leuk verhaal. Wow. Wat zei je? Dat wordt nablijven, zei je dat?
Maat, kom jij nu Suicune tegen? Maat. Nee, maar dat maakt niet uit. Maat. Dat je zo wil winnen. Er is maar één iemand die onderaan staat. Sorry. Dat is een grapje. Nee. Jij hebt altijd een berry, zeg maar. Ik snap hem. Tut. Ja, dan gaan we. Nee, Noctowl of Pharaoh. Precies. Nee. Ben je wel live? Oh. Wow. Wayo? Lang. Weet het niet meer. Dat is 100 jaar geleden opgenomen. Wacht wat? Ik snap niet wat je bedoelt. Ja, al lang geleden. Nee, al lang niet. Nou. Ik weet niet. Ik vind Sun and Moon wel echt wel leuke games hoor. Ik vind ze een beetje ondergewaardeerd. Ja, die zijn best leuk. Het zijn best leuke games. Wij hebben hem sowieso samen een keer gedaan, gereplayed. Oh ja. Nou, maar wij hebben ook Ultra Sun and Moon samen gespeeld, hè? En het is een van de vetste shinies in de game. Matata? Ja. Ain't no passing grace. Nee, Sudowoodo stond niet, dus had ik net ook al gezocht. Het is zeker niet normaal meer, Nandoing. Matata.
zeker man. Ik heb wel zo'n broek, ja. Oh, je hoort Sander en Mike niet? Dat schiet niet op. Oh, wacht. Gary. Mijn tijd, help! Fuck. Lekkering. Lekkering, zeker lekkering. Ik was ook echt... Nando die had dat gestuurd. Ik was echt zo van... Oh ja, ik was aan het teruglezen. Toen dacht ik, heb ik lekkering? Ik dacht dat ik gewoon lekker zei. Mm-hmm. Blijven zei ik dus gewoon lekkering. Het zit er zo goed ingebakken, hè. Zekering. Ja, ik is dit die bij... Bart? Want het is lekker ingebakken, Bart. Zeker. Oh, is tijd. Nog steeds onder boord. Ja, ja, ja. Dus dat is... Pidgeotto. Eng. Dus ja, ik ga nu mijn Kakuna steeds trainen, dus... Doe er maar heel lang over. Nou, ik ga eerst Suicune vangen. Nou, dat ga je ook heel lang over doen. Dat mag die van mij. Als hij dat wil, dan mag het gewoon, hè, weet je. Ik ben de moeilijkste niet. Let's go. Of zoals Chris Pratt zou zeggen, let's go. Nee, grapje. Wat? Oh, Snubbull, dat werkt in deze gen. Zo heb je nou al twee babymons. It's een theorie. Maar ook met van die filosofie. Hakuna Matata. Filosofie ook. Oké. Hoe heb je twee babymons? Oh, je hebt Magby en... Dit wordt kut. En? Magby en Togepi. Dat is volgens mij. Nou, ik wil zeggen, als Nando dit kan, kan ik dit ook. Waarom heb ik nou weer een puppytar? Ik wil een hondtitar. Een volwassen hondtitar. In plaats van zo'n puppytar. Mm-hmm. Snap je? Ja, ik snap hem. Nee, kijk, er komt een pup. Dat is een puppy. Hè? Puppy. Kleine hond. Ja. Oh, dit zit niet mee. Het leven zit niet mee, Mike. Vangen? Wie gaat welke Suicune vangen met pokeballs? Oh, ik heb nog een Pidgeotto. Gust. Is geen normal type in deze gen. Kaboomie. Dat betekent dat ik nog één... Oh, ik hoef nog maar één attack en dan heb ik... The one. The only. Level 7. Leren... Oh, fuck, hij deed geen move. Ja, ik heb hem! Nice. Mijn vakantie was heerlijk, Nando, hein? Ik heb erg genoten. Ja, je weet dat zo lekker. Nou, had je nu pas mogen vertellen aan Nando, hè? Want Nando werd heel boos toen je het zei. Ja. Ja. Ik zou niet durven om het nog een keer op een andere manier te zeggen. Alleen via de streaming. Dan gaan we ook iets anders doen. Yo, Porygon? Since you've been Porygon? Release. Zo. So. Hé, hey, dat is toch het liedje? Hoppa. Zoals Migro iets zou zeggen. Mm-hmm. Hé, hey, dit is zo'n Charmeleon. Water. Oh, Milan, wij staan gelijk. Aerodactyl. Wanneer leert Pidgeotto nou eens iets nuttigs? Oftewel normal type. Oh, wat gebeurt er? Oh, ik dacht game loopt vast. Game die loopt vast. Zijn jullie al wel helemaal niet? Oh, wacht. Never mind. Wij zijn vlak bij elkaar, hè? Een gras-Pokémon, alsjeblieft. Dat mag niet. Het is alleen zo jammer dit dat dit mijn tegenstander is. Ja, dat je hem niet mag vangen. Ja, vangen. Zo jammer weg. Ah, dat vind ik wel heel... Dat vind ik niet zo heel belief van hem. Mm. Vermoeiend. Oh, nu al? Wow. Zij pas een kwartier live. Ik weet nog dat je me gemist had en nu doe je dit. Okay. Ja, maar ik heb je ook gemist, maar dat betekent niet dat je opeens niet meer vermoeiend bent. Okay. Wat wisselen de stemmingen ineens heel snel. Level 10 nog steeds niks. Pidgeotto, leer nou een kut move, joh. Kun je niks of zo? Jawel. Kijken we wanneer die iets nuttigs komt met het leven.
Opa Ster. Wat? Opa Ster. The one and only. Dat is een hele oude referentie voor de mensen die ooit mijn kanaal gezien hebben. Ah, oh, Polybrad kan ik toch niet verslaan, Sandering. Oh, echt? Oh, sorry. Ik zal het niet meer doen. Wat doe ik echt? Ik weet het zelf niet eens, joh. Ik ben helemaal kwijt. Yo, heb je zo'n... Ik ben zo'n 360 no-scope lens. Heb ik. Wat? Nou, ik heb zo'n scope lens. Sander is wel van de snelheid vandaag. Ja, hij deed zonder battle animations dit keer. Ik denk, misschien werkt dat eens een keer, maar... Ik had even een andere tactiek moeten kiezen. 50 pokédollars, nice. Oh, nee, mis goed zo. Ja, oké. Okay. Thanks for waiting, ik heb heel lang gewacht. Maar ondertussen heb ik wel wat opgezocht, ding. Wat heb je opgezocht, ding? Dat ga ik je niet vertellen. Nee, by left. Oh, zijn weergeheimzinnig. Oh, Sand Attack is natuurlijk... freaking. Ja, dat is naring. Hoezo is dat naring? Dat is een... Ja, nou, kijk, Sand Attack is dus niet zo'n... Mr. Normal of Flying type move. Dat betekent dat ik tot level 23 moet. Sandring, ik snap het even niet. Want je weet dat Pidgeotto Normal Flying is? Ja. With 4 moves sharing its type. Ja. Maar ik heb nog geen 4 moves. Oh, je moet 4 moves hebben. Ja, 4 moves die de type sharen, toch? Ja, maar hoeveel moves heeft hij dan? Hij heeft nu Tackle en Gust en Sand Attack, maar Sand Attack is niet goed. Sand Attack en Ground. Ja, dat is niet normaal. Dat was ook exact mijn punt van kut, die het niet. Oh, oké, got it. Ik snapte het probleem al niet. Ja, dat was exact mijn probleem. Van waarom is dit zo? Ik haatte mijn leven. Ik dacht, die heb ik makkelijk, maar ik had hem niet zo makkelijk. Opa Ster, nog een keer. Opa Sterretje. Jezus. Oh, het is wel een rock type. Oh, Pokémon with a rock type. Oh, hij heeft zeker nog een. Oeh, nice. Dat is wel echt een nadeel van deze gens. De moveset. Oh ja. Niet te verwarren met arrrr. Want dat is wat piraten zeggen. Zapdos, Uno... Oh, waarom heb ik een Kakuna gevangen? Die kan die aangevallen. Trash. Ja, dat weet ik ook niet, eigenlijk. Yo, Thunder Shocking, deze Zapdos. I damn, Thunder Shock. Jolteon! Battle of Evolutions. Nou, even teruglopen naar het Pokémon Center. Ja, prima. Go your gang. He will go his gang. And I support that. A nugget. Yo, dat is fijn, want ik heb net al mijn geld verloren. Nou, dat is gewoon money. Ja, ik zou heel blij zijn met de nugget nu. That must be funny, heb ik gehoord van die Zweedse popband. Is het pop? Ik weet het niet. ABBA. Oh, is dat van ABBA? Money, money, money. Ja, dat is van ABBA. Ik weet het gewoon niet. Ik dacht gewoon net zeggen, dat is wel van ABBA. Dat zou dus ook leuk moeten zijn, wist je dat? Oh, money bedoel je? Ja, dat wist ik. It must be funny. Maar ik heb het nog niet gemerkt, eerlijk gezegd. Ik ben namelijk nog met de Kabutops bezig. Saint Joe Mingon! Oracle? Oh. Ja. Want die heb ik net verslagen. Eevee? Dat is wel cute. Ah, nee. Gligar, Delibird of Sneasler. Sneasler? Heb jij een Sneasler gevangen? Ja, nee, hij heeft Gligar gevangen. Met magische poeder. Oh, ja, dat dacht ik alweer. Waaah, zoiets? Ja. Niet Destiny bonding. Ik bond jou met mijn Destiny. Oh, kut.
dat jij bent niet de enige die... Waarom ben jij hier, Smoetje? Yo, ik heb Black Lasers. Is dat een ding? Nee, dat is geen ding, hè? Black dus Belt? Wat vroeg je nou? Nee, Black Belt is... Nee, die moet je bellen. Ja, ja die moet je ook bellen, dus... Rusty, wat vroeg je nou? Ik vroeg niks. Jawel. Oh, waarom ben jij... Oh, nee, ik vroeg waarom Smoetje me deze cave was. Maar is Smoetje me in die cave? Ja, die is in die cave. Jinx? Of alleen Nee, Jinx? Allebei. Oh, okay. Ik heb de cave niet gecheckt. Vandaar dat ik bespieding ben. Je weet dat Smoetje mijn baby Pokémon is? Ik loop nu meteen terug. Ja, ik dacht, ik help maar even. Die hulp wordt zeker gewaardeerd. Vandaar dat ik aan je vroeg van... Wat zei je nou net? Nee, Milan, de hulp wordt zeker gewaardeerd. Shit, ik wil geen Sand Attack doen. Attacken met Sand Rings. Nou, het is geen... Eigenlijk is het gewoon de Standard Attack. Ja, het is wel een beetje Sand. Ah, nee, Paralyzed. Slaapt dan anders een Paralyzed. Dit is echt niet nuttig, want ik vecht er tegen. Nou, voor in je Pokédex. Ja, dat was ook waarom ik zo hype was voor 3 seconden. Oh. Oké, wil ik sneller doodgaan of fuck it? Nou, ik ga hem niet vangen, want ik kill hem steeds als ik hem wil aanvallen. Dus hopelijk dat ik hem later niet tegenkom. Het kutte met Pokéballs gooien is dat we altijd hoge catch rate hebben, baby Pokémon. Max Elixir! Oh nee, het moet toch gewoon Elixir. Maar je had toch al een gewone Elixir gevonden? Nee, dat was iemand anders. Hips. Met nadruk op iemand anders. Op iemand en anders. Ja. Beide wel. Een beetje. Heel erg. Just, dat was tackle. Dat was niet helemaal wat ik bedoelde, maar prima. Oh ja, tackle is ook natuurlijk stab. Met deze. Met deze guy. Oeh, bijna al leveltje omhoog. Just. Oh, zeg, ik zit op jou nog te wachten, Beedrill. Nee, ik ben dood. Huh? Nee, ik ben whiteout. Oh. Onder. Verderaan, als dit de andere Gen 5 games zou zijn, dan was ik blackout. Maar dat ligt aan welke ik... Hey, een Firestone. Ah, dat is voor Quick Attack, nice. Nog één attackje. Die is pas bij level 23, maar dat maakt niet uit. Die is normal in deze gen natuurlijk. Klopt. Ja. Dat weet ik. Ik denk, fairy, heb ik niks aan? Nee, joh. Yo, is dit gen 1 tot en met 5? Want dit is een normal type. Are you very sure about that? It's a joker. Nee, dat was pick-up line. Ik gebruik altijd bij de dames. Joker. Werkt nooit. Waarom is joker dood? Waarom is joker dood? Wie, wat, hoe, wat, waar? Sandring snapt hem. Togetic, ga nou in die balling. En laat ze niet vallen. Laat ze zeker niet vallen, dat is gevaarlijk. Ben een normal type? It's going. Hij is blying, kaboomy. Misschien zelfs dat Togetic ook, want ze doet ze van, yo, ik heb... Growl en Charm. Oh, dat is... Die ga ik niet kunnen gebruiken voor de komende 5 jaar. Oké, dat is heel specifiek. Zal ik hem wel voorop zetten voor Switch? Nee, ik ga hem niet voorop zetten voor Switch. Ik heb al een Switch, namelijk een Nintendo Switch. Niet dat ik er niet nog een wil hoor, daar niet van, maar... Yo, Blastoise, die heb ik zo net ook verslagen. Kijk, nee, berries zijn er niks. Heeft een van jullie Mario RPG al gespeeld? Nee. Ik heb hem ook niet. Ik ook niet. Ik ook nog niet. Ik was hem wel van plan om te gaan kopen, maar toen dacht ik, ik moet Detective Pikachu nog uitspelen. En toen dacht ik, nou laat maar, ik ga geen nieuwe games kopen totdat ik de 1 heb uitgespeeld. Nando, hoor je dat? Nou ja, ik zit een beetje momenteel krap bij kast, dus ik ga niet echt focussen op games halen. Nee.
Nou, wat het bij mij vooral is, ik heb zoiets. Zeg maar, Detective Pikachu heb ik gratis gekregen op de radio. Lang verhaal kort, ik heb hem gratis gekregen. Dus als ik die eenmaal uitgespeeld heb, dan verkoop ik die gewoon weer. Want de game is niet Slamming. leuk genoeg om te zeggen, yo, ik ga hem houden. Ja, van hé, ik ga hem nog een keer doen. Dat. Begrijpelijk, begrijpelijk. Dus heb ik zoiets van, weet je, ik wil die eerst uitspelen, dan kan ik weer wat geld terugvragen en dan kan ik de volgende game kopen. In plaats van dat ik nu allemaal games ga kopen en dan geen enkele uitspeel. Nou, dan krijg ik mijn geld nooit terug. Nu klinkt net alsof ik er wel geld voor betaald heb, als ik Ja. zo zeg. Maar. Yo, kan ik Flash aanleren? Wat heb je dan zitten spelen, Nando? Wacht. Oh, please, laat dit. Ja, alle HM's zijn compatible. Ja. Sand Attack, poef. Ach, Kijk. zoveel moeite. Xander redt zijn tweede. Lekker Ja, Sandering. lekker, Ing. Trots op jou, Ing. En nu nog. 25 min 2. Nu nog 23 te gaan. Ja, ik heb bijna de beatrill, maar nog twee levels. Ik ga nog eventjes checking in the caving. Checking, jij is Dus een keer de evening in de caving. I'm craving for the caving. Dat snap ik wel, hè. Bitter Heb je net nou berry. met... Telt het als berry juice? Nee. Nee. Wilt hier dat telt als berry juice? Ja, ik wilde dat wel. Het telt als berry juice. Werkt dit? Nee, maar ik heb niet meer gekregen wat je wilde laten tellen als berry juice. Bitter berry. Oh. Waarom krijg ik geen Pokémon eens? Oh, een Oh, Suicune, weer trio, even een trio, move. Niet zeker een trio, trio, trio. Stray heb ik kunnen uitspelen. Oké, okay, dat is met die kat, toch? Ja. Oh, dat is leuk. Dat is echt een Sandring game, is dat. Ja, ik wil die ook ooit nog. Maar Waarom goed. krijg je in deze game zo weinig geld, maat? Oh, Tip, vind even een nugget. Oh, nice. Ja, Dankjewel. daar heb ik nou wat aan z'n Nou geef ik je ook handen. die tip, weet je. Ik denk. Oeh! Hij heeft Wel, uiteindelijk een nieuwe wel, move. wel, welke town is dat? Dat is Violet City. Waar Ja. in Violet City moet het dan In de zijn? Bellsprout Tower waarschijnlijk. Nee. Nou, misschien wel, maar dan is het een 1% encountering. Of in het water in Violet. Daar kan het Oh, ook als om. ik deze nou even ga breeden, dan heb ik een Bailey straks. Nee. I believe you can do that. Ik had een Meganium. Een Lugia. Lugia. Staat niet op de kaart. Zoals Mac Game op de Base zou zeggen. kaart, op de kaart. Moet je nooit eens Staat ergens niet op de heen. kaart, zou je P dan zeggen. Ja. And that we loving. Ja, of het is het surfbadje. Dat kan ook nog. Ja, Dat dat zou zei ik echt net. naar zijn. In het Nee! watering. Oh. Is elke vloer ook anders? Net als elk rondje, zeg maar. Of is dat niet Nee, volgens mij zijn de vloeren wel hetzelfde. Alleen, volgens mij zijn er dan twee of drie Pokémon die je daar kan vangen. Oh. Elk rondje is anders. Ik ga elk rondje anders proberen te doen, oké? Ja. Hey, je hebt ook een Dugtrio op je scherm. Ik had ze net Dat ook. klopt, ja. Nou, als je zo'n link hebt, dan waren wij Sol. Precies. Of als je zo'n lijn hebt, dan zie ik je Of als je zo. zo'n lijn hebt, dan zaten we op dezelfde, zeg maar. Lekker ring, lekker ring, lekker ring, lekker ring, lekker ring, Oké, lekker ik zie te veel ring, toget. lekker Ik ring, ben er klaar lekker mee. ring, lekker ring, lekker ring, Eerst lekker voor is ring, niks. lekker ring. We are going Doobie during, beats volgens dan. mij. Oh. Ja, daar. Wow! Oh, en die. Ik denk dat ik weet welke dat is. Maat, dit was een fucking moeilijke fight en ik kreeg 96 pokerdollar. Je was gewoon Dat vind genaaid ik. door het systeem, Milan. Dat is het moeilijk. Zo, Op een echt. schaal van 1 tot 10 vind ik dat niet lief. Precies. Een monk. Oh nee, En een dat is een sage. hele goede Ah, oh, stand. Feraligatr kan ik toch niet verslaan, maten? Oh, misschien toch wel. Hoezo kun je die niet verslaan? Zo. Je hebt toch Ja, ik heb ik heb een Beedrill. Let's Magby. go. En een andere baby Pokémon. Ja, zonder aanvallen. Oh, je hebt Togepi. Ik heb de evolution daarvan. Die heeft ook geen aanvallen.
Oh, die had ik niet. Dan was hij verstreven, dan had hij wel aanvallen gehad. Nu raak ik weer geld kwijt. Nee. Ook een TikTok on the clock. Bladibladibladibladibladibla. When a party don't stop. 3. Tonight on the fight. Telt Pidgey ook als different normal type Pokémon of niet? Nee, hè? Als ik al een Pidgeotto heb. Nee. Dat dacht ik. Huh? Nee, maar dat geeft niet, weet je. Ik accepteer dat. Ik accepteer mijn verlies. Goed zo. Even vanaf. Ik had toch al verloren, want ik had... ik deed niet... ik deed zonder iets. Wat we al moesten. Oh ja, ik deed met kutten. En we deden zonder kutten. Ja. Ja. Ja, dan ging het fout, ja. Ja, dus ik mag sowieso al niet meer winnen. Dat was ik het vergeten. Waarom ga ik dan zo snel door de game heen, eigenlijk? Je bent zo'n Speedy Gonzales, denk ik. Hey, overall gator, dat is zo'n cool, die guy. Die weet ik nog steeds ooit een keer. Misschien dat je hem later nog een keer ziet. Nou, wat ik dus wel heb gehoord, hè, wat is dus het verschil is tussen een Verelligator en een Crocodile. De ene ziet je in a while en de andere ziet je later. Dus als je zo ooit denkt van, welke is nou wat, dan kun je dat herkennen, zeg maar. Moet je even goed kijken, welke zie je in a while en welke zie je later. All around me are familiar. Oké, ik ben de enige die dit grappig vindt. Oké, duidelijk. Nee, duidelijk. Yo. Oké, dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Had ik al gezegd dat het goed is. Ja, dat had je inderdaad al gezegd. Oh, oké. Okay. Oh, ja, ik moest even nadenken. Maar volgens mij zei je inderdaad één keer heel zachtjes. Ja, ik zei het ook iets zachtjes hoor. Ik was eventjes bang. Miltank. Oh, Mr. Mime? Yo, die ken ik. Dat is van die Pokémon, toch? Mr. Mime? Waar staat Mr. Misschien kan ik het beter doen als ik straks, zeg maar, alles heb. Maar boeien. Ik wil weten, waar is die Ghastly? Het was best leuk, maar geen 30 euro waard. Nou, dat kan me voorstellen. Welke? Stray? Mm-hmm. Ja, dat snap ik wel. Yo, Ghastly. Oh, fijn, die is niet te vinden. Oké, doei. Ik haat Ghastly, hè. Ik haat Ghastly. Yo, dan denk ik gewoon... Yo, Ghastly, doe even normaal, weet je. Ja, krijg de tieren zijn. Ik moet gewoon even dat dacht jij. Maar Ghastly, weet je. Ja, van die dingen, joh. Dat is geen coole Ghastly, vind ik dan. Maar dat ben ik, hè. Dat ben ik. Nee. Hoe zeg iedereen zijn eigen mening, hè. Dus... Ja, haal daar woorden uit mijn mond, hè. Als je zo'n mond hebt, dan haal jij ze. En het grappige is nog, mening is een Engels leenwoord. Kibooming. Mening is zeker een Engels leenwoord. Poison Cure Berry, telt het ook als Berry 2. Godverdomme. Dat was een goede poging, Sander. Dat was een goede poging. Poging is ook een Engels leenwoord. Poging is zeker... Uitwerking ook, trouwens. Ik was laatst op school, toen zei ik... Yo, dit moet je doen bij de uitwerking. En toen zei iedereen... Ja, dat is... Want je zei, ik ben zo trots op jullie. Toen werd ik wakker. Ik heb TM voor outrage gekregen. Oh, jee, jee. Yo, fairy, is dat niet zo'n fairy type? En die staat op de kaart toch, fairy type? Oh nee, dan niet. Hey, wacht, welke move welke TM heb ik gekregen? Zo, goeiedag, ik heb flamethrower gekregen. Oh. Nou, dat is niet verkeerd, ding. Ik dacht even, deze Clefairy was me aan het spoeken. Met de 3 shaking. Oh. Je hebt een Clefairy in mijn Pokédex. Dat is niet normaal meer. Dit is zeker niet normaal. Een ander mag kunnen. Dit is niet normaal meer. Sound effect. Hoeveel normal types moet ik nog? Ik heb er... Op, geef mij een Uno. 1, 2, 3. Dat is, nog, dat is op de helft. Normaal meer. Hij luisterde Sander. Hij deed het. Dat vind ik heel cool. Nando, je bent nu zo'n cooling guy, Ing. Milan, Magby is een baby-Pokémon, toch? Ja, ik had ook een Magby gepakt, daarom. Rick, ik heb hem gewoon... En een Togepi. Togepri! Ja, die bedoelde ik. Yo, ik ga even... Gelukkig is Espy een super effector van Nidorina. Jammer dat hij geen aanval kan, die dat SMS Espy on.
Nou, ik denk dat ze SP off gaan doen, want hij heeft geen... Ja, is goed genoeg. Dankjewel, Bidrill. En een Geodude. Ja, dit is echt ultra kut. Dat is de derde... Ja, ultra kut. Dat is de derde Gen 7 game. Niet iedereen kent die. Of de vijfde bedoel ik, de vijfde. Maar ultra kut, ja. Ja. Dat was wel... Dat vond ik een goede game trouwens, ultra kut. Of vonden jullie hem niet zo? Ik vond hem ultra kut. Ja, jij vond hem ultra kut. Ja, nee, dat snap ik wel. Ja, hetzelfde hier. Yo, Kakuna? Kakuna? Moesten we niet iets met... Oh, ja, wie is gevangen? En bij Drill moest je zijn, Ring. Ik ben bij de Drill, hè. Is dit zo'n boor? Want dit is zo'n bijdrill. Oh. Ja, ik heb dat toch echt een eigen nu teruggelopen om voor die smoochum te gaan. Ja, hij is erbij. We zijn er weer bij en dat is Kakuna. Kakuna, Hollandia. Of is dat niet hoe dat liedje gaat? Smoochum, ik kom je toch even halen, want dan hebben we die ook afgerund, Vinken. Ah, Pokémon. Of trainering. Welke ga je afvinken? Ja, ik ga nu smoochum vangen. Nee, hey. Ik heb Magpie en ik weet waar Smoochum is. Oh, dat is wel Slimping. Milan, doe even niet van die rare tafereelen met die Raikouwen. Ja, maar ik ben hier al zo lang mee bezig. Ik maak geen progressie nu op dit moment. Want ik heb elke keer geen geld. Oh, tuurlijk. Zie je wel te zien. En dan kom ik in die cave, kom ik alleen maar Jinx tegen. Don't jinx it, man. Don't jinx it. Nee, ik probeer het niet, maar ja. Starmie, jij bent geen normal type. Of geen ghost type. Of geen... Weet ik het wat. Wacht, zo'n Starmie of Star? Starmie, Star, everybody. Nee, niks. Wat vroeg je, Sander? Nee, niks. Ja. Nee, ik had Sentret op mijn beeld. En dat is zo'n normal type, heb ik dus ergens gehoord in mijn leven. Ja. Dat heb je goed gehoord. Oké, okay, vier. Nog twee te gaan. Nog Miracle twee Seeds kan je zeker niet goed milk. Telt dat ook als een miltank? Oké, okay, ik hou nu op met telt het ook als... Oké, okay, waarschijnlijk hou ik erop voor 2 dagen. Of voor 2 minuten bedoel ik. Ah, joh, dat is in ieder geval 2 minuten, Sander. Dus dat is het, wel heel wat... het telt wel als een pork chop in Minecraft. Oké. Okay. Ja? Ja. Nonne, ik wil geen Tyroke verslaan. Ik wil hem vangen. Want dat is een baby. Ja, kom op, geef mij smoochum gewoon. Dat is en Iceberry, telt dat als berry juice? Past wel. Ja, volgens mij wel. Nee, toch niet. Hé, mm-hmm. Hey, Milan, zat je niet vast bij die Feraligatr? See you later. Ja, je hoeft die toren hoef je helemaal niet te doen. Oh, ja. Oh, dat was niet de gym leadering. Nee, gelukkig niet, denk. Waar is die Tyro? Come on. Oké, ik denk dat ik die Tyro moet gaan opgeven. Ik had gewoon zo net moeten vangen en niet zo... moeten doen. Freaking. Ik wil gewoon die Tyroke. Ik moet niet... Ja, dit doe ik altijd. Dan wil ik eentje en dan ga ik daar te veel op focussen. Yeah. Nee. Oh, wacht. Ik zit met een probleem. Nee, doe even niet. Met problemen zitten, please. Vind ik niet leuk. Nee, ik heb de smoochum gevonden, alleen ik heb maar 3 pokeballs. Ja, dat heb ik dus de hele tijd. Maar ja, ik denk dat ik als ik hem raak ben, dan maar heb ik sowieso kill. Baby Pokémon zijn... Oh nee, baby Pokémon zijn juist kut te vangen, hè? Ja. Oh, tuurlijk, crit ik hem ook nog eens. Ik doe hem een beetje damage, crit ik hem, mashot ik hem. Jongen. Poketil! Oh, niet. Ja. Oh nee. Nee, dat was niet die. Ja, Sander, je kan daar wel een item pakken. Je moet alleen een plekje voor het eind van het pad. Dat is lief dat je dat... Ik ben vandaag alleen maar aan het helpen. Oeh, Starpiece. Kijk, daar hebben we het. Ik ga wel voor een andere baby Pokémon, want ik kom alleen maar Jinx tegen. Ik heb de Factor. Die kan attacken. De X-attack heb ik namelijk. Wajo. Dat is zo'n factor, die kan attacken. Perfect! Oh nee, ik heb pers nodig. Freaking. Een wrecking. Kennen jullie een wreck? Ik ken wel een wreck.
Ik ken meerdere Rakes trouwens. Ik ken ook avonturen van Rake. Ja, die ken ik ook. Banjo! Ja, die. Magnetron, kaboom. Magnetron? Heb jij een magnetron? Ja. Hyper Potion, die kan ik nog wel decent verkopen. Waarom is magnetron geen fire type, denk ik dan altijd, maar... Dat vind ik gek, hè? Dat vind ik gewoon een beetje gek. Miltank, Bulbasaur. More like Bulba, rot op. Je bent geen leuke Pokémon zak. Dat klinkt wel als iets waar ik geld op in zou zetten. Oh, levelbal? Dat is voor als je van die levels hebt, van die ballen. Die je niet mag laten vallen. Oh, we hebben niks met jou voor deze keer. Ja, je mag ook niks laten vallen tegenwoordig. Nee, dat klopt. Dat vind ik wel lullig. Ik bedoel, Newton heeft helemaal die zwaartekracht ontdekt om dingen te laten vallen. En dan mag je het niet gebruiken. Waarom heeft hij het dan uitgevonden? Hij is gewoon een cool boy. Ja, dat is mijn vraag, hè? Yo, je hoort toch een Miltank te zitten, of is dit niet waar ik denk dat ik ben? Oh, hij staat weer op kerst. Moet ik helemaal naar beneden. Miltank. Kijk, dat is tenminste demonisch. Oh, je kunt niet zien waar je bent, maar dit is wel die cave. Dat moet wel. Yo, Super Rapel? Hey, mijn cargo. Rapel is lepel alleen. Dat is ook niet wat zoek. Ik ben zo'n mogol. Wat is het? Ja, ik heb heel veel geld verspild omdat ik de verkeerde item kocht. Oh, jee. Waar heb je gekocht dan? Ja, ik had potions gekocht in plaats van pokeballs. Oh, ja, dat is naar. Oh, omdat die 300 zijn, dus je hebt 11 potions of zo gekocht. Ja. Dat is wel nice. Nee, ik had 20 potions gekocht, want ik had bijna 8000 pokédollars. En toen verkocht ik ze weer en toen kreeg ik de helft terug. Dat is niet chill. Nee, dat zeker niet. Dit is geen rain, man. Dit is geen rain. Ah, oh, Beedrill. Oh ja, ik moet nog die ene guy evolving. Kan ik beter nee, dat hoeft niet handig. Oh, oké. Okay. Nee, fijn dat je het zegt. Well, ja, okay. Met z'n allen kut te zeggen. Potion Cure Berry. Wacht, zijn die 2 minuten al om? Oeh, Sander. Zou die ook tellen voor berry juice? Ja, ik wou net vragen. Had die ook... waarom ben je niet met een counter? Hé, is Golem niet... Nee, Golem... Nee. Is Golem niet een rock type, wou ik vragen? Nee, Golem telt niet als Venonet, Sander. Oh, nee. Wat? Wat dan met Venonet? Nee, oké, dat vind ik ook wel een beetje gek, maar... Lower level Pokémon. Oh, Golem is wel lower level Pokémon als level 4, denk ik. Golem, ga even in die bal. Dit is jouw kleurbal, hè? Golem. Jij bent echt zo'n vuile, vieze... Wow. Zo. Sander, kalm aan. Ik zei alleen vuil en vies. Zie dan niet hoe vuil en vies die is. Kijk eventjes. Oké, hij is nu van mijn scherm af. Want ik vond het... Heel zieking. Mag ik nu een dingetje afkruisen van elkaar? Nee. Oh, maar dit is wel echt heel ziek. Hey, kom jij gewoon Tauros tegen? Tauros, beste van Pokémon trainer. Oh. Vooruit maar weer heen. Nou, ik wou dat mijn account terug was. Oké. Ik ga niet langer kopen. Kutting. Even gaan we met een PP up. Hier kom. Ja, het is alleen maar dat je zo laat even wit laat vertellen, als ik wel wil meenemen. Een white apricorn, telt dat ook als... Oh nee, kut, dat werkt niet. Hij staat wel in een boom. Als apricorn juice? Ja, hij telt wel als apricorn juice. Als berry juice, wou ik zeggen. Want hij zat wel in zo'n dingetje waar
een berry in kan zitten, zeg maar. Dus ik denk dat het gewoon telt, hoor. Maar het kan in mij liggen. Ja. Ik kan het proberen, weet je. Ja, je kan het altijd proberen. Hé, hey, een rock type Kabuto. Kabuto. Hey, nou. Oh, die moet ik echt niet doen. Ja, dat kan boeien. Hij absorbt gewoon. Oh, ik had je voor even wat ze moeten hebben. Ik heb zo amper pokeballs. Hey, Starpies. Dat is wel een rock type. Maar kan die ook een rock type moves? Misschien moet ik daar even op checken. Hey Sander, ik moest de groeten doen van iemand hier. Hij is niet shiny, gelukkig. Anders was ik echt boos geworden nu. Nee, logisch, logisch. Maar zag hij me in a while of zag hij me later? Volgens mij later. Ah, oh, Togepi. Nee, kijk, kijk. Nu, nu heb je dus niet helemaal duidelijk, Mikey. Als hij je dus ziet in a while, dan is het een Totodile. Als hij je ziet later, dan is het een Feraligatr. Een Feraligatr. Oh, nee, oké. Okay, nee, dan was dat nog eventjes niet bij helemaal helder bij mij. Nee, maar dat geeft niet, weet je. Dat zijn er bij wel meer mensen niet. Dus dat kunnen we je ook nooit kwalijk nemen. En dat zou ik ook heel vervelend vinden als iemand je dat wel kwalijk neemt. Dus bel me dan even op, alsjeblieft. Ja, nee, dat doen we. Komt goed. Het is Croconaw Pushamow? Croconaw Ja, dat klopt wel. Croconaw Pushamow. Ja. Klinkt als logisch. Ja, hey, Sander, dit is nu letterlijk mijn encounter. Cool. Oh, nee. Dus die gaan we vangen, want dan is kan Paddy ik... Is die gewoon aan het streamen? Ja, maar hij is ook zo'n lullo. Wie is aan het streamen? Paddy. Ja, Paddy is aan het streamen, ja. Hij had helemaal geen tijd voor ons. Jullie zijn dom, zei hij nog. Nou, en dan doet hij dit, hè. Dan doet hij dit. Dat zei hij toch? Zeggen, dat stuk heb ik dan weer gemist, hè. Dat is vrij vertaald. Oké. Okay. Nee, oké, okay, misschien... Nee, hij zei wel van, ik ga liever met de andere Sander, volgens mij. Ja, hij zei wel dat hij het andere, met een andere Sander ging doen. Ja, hij zei, ik doe het alleen met nep Sanders vandaag. Nou, ja, okay. toen werd ik boos, toen stond ik te koken. Ja, kan. Terwijl het geen eens etenstijd was. Nee, het was geen etenstijd inderdaad. Tjeto! Leer. Parasect is nearing. Oh, ga je nearing. Oh nee, dat is niet lief. Door de bergen. Geheim. Wie doet dat? Met tunnel. Nando. Hé, hey, lekker bezig, Nando. Lekker bezig, man. Lekker bezig, ouwe. Sander, wat is de truc om Totodile te vangen? Heel erg hopen op een Cyndaquil. Nou, is dat... Oké, dan hoop ik... Nee, andersom. Dat is om een Cyndaquil te vangen. Heel erg hopen op een Totodile. Dat werkt ja, wel, maar andersom werkt het dus niet. Oh. Dat is een common fout, hoor. Common fout. Common mistake. Oké. Yo, ik heb Confusion eindelijk. Ik kan iets nuttigs met mijn Espeon. Maar, Tyfus Raichu. Krijg een tering, Tyfus. Oh, ik ben zo blij van Confusion. Ik heb hem! Dat was de truc, inderdaad. Goed dat je die truc hebt gebruikt, want dat was hem. Top. Totodile, jij gaat... Niet vragen wat de truc was, alsjeblieft. Niet vragen wat de truc was. Nee, dat... Dat is ons want anders dan dat gaat mee in mijn gaf, Sander, dus dat komt helemaal goed. Nee. Top, maar lekker wezen, man. Oh, ik kan nu echt iedereen one-shotten met Confusioning. Ja, precies. Ik loop tegen het probleem aan dat ik echt kut Pokémon heb. Als ik nou Poliwag vang, heb ik dan de Swagger TM trouwens? Nee. Want het is dan Poliswag, hè? Maar ik heb dan wel Poliswag gevangen. Volgens mij heb ik dan ook de Swagger TM. Automatisch. Of niet? Vertel dat niet zo. Nee, ze werkt niet, helaas. Ik heb al twee keer gemist. Ik heb al drie keer gemist. Nice! Okay, ik zou dat niet nice vinden, maar... Ieder zo zijn keus, denk ik. Nee, dat zou zijn voorkeur. Star you? More like star... Me. Of star see you in hell? Oh! So the burns! Snap je helemaal, hij is nu dood? Hij is dood. Nee, het was duidelijk. Oh, oké. Okay. Die had ik al... Kaleidooi.
Nu moet ik straks met die spinnen, of is dat niet in deze game? Met die spinnen. Volgens mij niet. Nou, dat is niet in deze game, hè? Nee, volgens mij niet. Hè. Volgens mij is dat de hardcore Soul Silver. Ja, dat is leuk. Ze dachten, dat doen we hier niet in. Nee, maar vergeleken met toen, maar de graphics waren niet zo goed. Item. Take. Item. Oh, je bent zelf item storage full. Oh, ik kan natuurlijk ook. Je zit zelf vol met items en storages. Ja, dat dacht ik dus ook. Dat zei ik dus ook tegen hem. Maar hij wou niet luisteren, hè? Ik werd woest, zei ik toen. Ja, heeft groot gelijk. Woest aan het trekken? Ik dan weer. Dat was ik al. Oh, nee. Nou, dat is niet wat ik zoek in ieder geval. Ja, als andere dames van die woest aantrekkelijk. Hearthstone, oké. Okay. Hé, hey, dat is van het spel, toch? Hearthstone, ja. Ja. Met de kaarten. Wel leuk spelletje. Ja, vond ik ook wel. Maar het is altijd heel kort leuk. Ja, dat wel. Hé, hey, Double Battle. Oeh, een Big Bang. Oh, miauw. Ze hebben wel een goede soundtrack aan Hearthstone. Daar kan ik me niet zo herinneren. Sure, als jij het zegt. Ik geloof jou. Ja. Yeah. Idee. Miauw. Ogen dicht. Precies, hè. Kuna? Matata. Articuno. Sander, jij weet dit vast wel. Op welk level evolueert Totodile? 18. Pas. Ja, volgens mij wel. Maar klopt het wel. Maar ik weet het eerlijk gezegd niet zeker. Ondanks dat het een van mijn favoriete Pokémon is. Maar dat maakt even niet uit. Nee, ik zeg, nee, dan gaan we gewoon levelen totdat het een keer... oh, Totodile is vooral in beeld komt. Ja, precies. Dat werkt gewoon. Dat werkt gewoon. Oh, heb ik nu Kakuna voorop staan? Want ik wil wel zo'n bee-drilling. Ja. I'm drilling the bees. Nee, maar ik wil nog zo'n ik wil nog zo'n schilderijtje ophangen. Dus ik denk dan is zo'n bee-drill wel handig. Want dan kun je die spijker eventjes, zeg maar, drillen. En dan heb je een gaatje en dan kun je zo... Nou, dus ik wil wel even bee-drill. Ik heb wel even bee-drill nodig eigenlijk. Maar, dat komt. Vroeg of laat. Jawel. Vroeging. Of lating. Ja, oh, ik was zo vrolijk van je, Wieland. Het is niet te verwoorden. Het is niet normaal meer, denk ik zelfs. Dat denk ik ook niet. Confusion, want dat is een 1K move-je. Oh, dat is net niet goed genoeg. Kijk, dat is beter. Dit is inderdaad niet normaal. Dit is niet normaal meer. Ik hoorde hem zelfs. Ja, ik hoorde hem ook. Ja, dat vind ik mooi. Oeh, die geeft volgens mij wel aardig wat XP. Nee, niet tackle. Jawel, wel tackle. Nee. Ja, gewoon doen, gewoon doen. Ja, maar gewoon die Psyduck heeft hoofdpijn, dus die kan niet tegen tackling. Dus dan sta ik hem confused. Mm. Want daar kan hij wel tegen natuurlijk dan. Dat moet wel. Grooming, precies, één. Switch trainen duurt wel lang. Volgens mij ga ik er zo altijd mee verliezen. Raak gewoon gepoisoned, jongen Kees. Wat, ja, ik moet zeggen, ik heb hetzelfde probleem, alleen Totodile heeft nog geen water-type moves. Oh, spreek je over water-type moves? Met die vier moves? Oh ja, okay, dat is een voordeel, ja. Ja, ik kom er langzaamaan. Oh, oké. Okay. Nee, dat is fijn, dan heb ik straks niet meer de enige unique one. Gust? Ja, dat is normal-type move, toch? Gust? Nee. Nee, dat is flying. Niet meer, precies, ding. Lekker ring, lekker ring. Smoetje hem. Nee, die ken ik. Die is van zo... Kus. Die heb jij toch, Mikey? Nee, die wilde ik vangen. Alleen die kwam er niet tevoorschijn. Flauw hoor, smoetje hem. Dan maak je ook meteen dood, zo. Ja, gelijk. En gelijk heb je Sander. Gewoon afstraffen die naal. Dat is wat afrelen. Qualitude. Qualitude gaat absorbed worden. Oké, nee, dan niet. Dan gaan we gewoon terug naar Espeon. SMS Espeon. Oh, kijk, deze krijg ik ook wel wat XP. Dat is mooi. Nee, niet slapen, Espeon. Ik
Kom op, we doen zonder slaap. Hij is moe. Okay, je bent moe, kom op. Je bent moe. We doen met slaap. We doen met slaap. We doen met slaap. Jongens, hadden jullie dat niet even kunnen vertellen dat we met slaap deden? Ja, we doen met slaap en zonder... Zonder kutten. Kutten. Zonder kutten. Ja, dat zijn al van die notes die heb ik dan net niet meegekregen, zeg maar. Nee, jij was niet aan het opletten. Dat kan altijd natuurlijk. Zo, het tweede gym badge is okay, binnen. Ik heb misschien een beetje gecheat. Ik had 2 seconden voordat ik B-draw had, dat ik ingetikt. Oh, mag niet zo handig. Durf je? Sorry. Moet ik even mijn 2 seconden nog uittikken? Nee, joh. Oké, dat is lief, dat is lief. Swagger, let's go. Nee, grapje. I wish. Ja, ik zei, ik heb nou de tweede gym klaar, dus ik ga nu de... Je hebt ook de tweede gym klaar. In. Ja. Lekker. Ja, ik ga nu pokeballs halen en ik ga weer mijn rifle battle houden. Misschien moet ik even wachten, want volgens mij kun je naar hard... Home. Nee. Goldenrod. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, maar zul je net zien dat je in de forest een goede mond tegenkomt voor de... Hoeveel heb ik? Ah, ik... Voor de doku. Ik pak er nog wel even 10. Voor de doku? Voor de doku, zei je dat nou? Ja, voor de bingo bedoel ik. Ja, ik nam een slok van mijn drinken en ik kreeg een blok ijs erbij. Oh, lekkering kouding. Ja. Fripsing. Oh nee, Aaron's to battle. Wil wel Aa met jou bettelen? Ja, Aa. Wil bettelen. Oh, die van mij heet gewoon A. Yo, closed book. Nou, ik was die drink, weet je. Ik heb mezelf Aa genoemd, dus ik was die drink. Ah. Ik was die van de drinking. Ook kan natuurlijk gewoon F spelen, want dit is ook een poison typing. Hoe durf je? Ganging, garring, hou me voor de gagging. Met zijn ghost typing. Kom op, Totodal, deze mon kun jij zelf neerhalen. Doe het. Goed zo. Level 16, let's go. Oké, let's go. Let's go. Meryl? Een Pika Blue zie ik. Wow, Buffett. Wow, Buffett. Hey, Rapidash, dat was ook een van mijn starterkeuzes. Wat toevallig, dat mijn rival ja, die heeft. Oh, hou hem doen. Ik heb dat zo lang geleden dat ik het voor het laatst nog gezien had. Je vindt het fijn dat je jezelf wil grappen, hoor, maar. Hij zat ook gewoon een Scar to Fight the Town doen. Wat? Dat is niet zo heel lang geleden. Hou hem doen, in Scar to Fight zat hij. Sorry, nee, ik heb het over een andere game. Oh. Oké. Relax in the Elex Forest. And take it easy, Tex. Fury Attack is niet eens bug type in deze gaming. Hoe durven ze? Ja, kan. Nou, waarom zou ik dan gaming doen? Nou, Fury Attack is toch altijd normal type? Het is toch Fury Cutter die. Ja, Fury Cutter is bug type. Ik ben in de warring, sorry. Ben je in oorlog? Dat is niet mooi. Ja. Zit even in. Nee, zeg dat maar niet. Nee, dat doen we maar niet. Doe me niet dat soort tafereelen, Sander. Yo, maar ik heb hier Farfetch trouwens. Is dat niet een normal type? Als ik die nu vang? Als ik daar nou een bal of zo of pleur? Volgens mij wel. Ja. Ja. Oh, levelbal. Ja, dat staat hij dus niet toe, hè. Hij zegt dus, nee, mij niet van. Oh, ik ben zo slecht in deze gaming trouwens. Ik weet nu al niet meer hoe die hele... klote puzzel werkt. In Hard Gold snap ik er iets van, maar in deze... Terwijl deze veel makkelijker is. Hard Gold 2, Ik vind deze veel makkelijker. Nee, ik niet. Ik ga even iets heel heftig doen hoor, jongens. Niet kijken. Oh. Nee, ik heb niet... ik niet ESPN voorop setting. Ja, maar nou vertrouw ik het niet meer, Sander. Oh, sorry. Dat wist ik heb het niet gezien, dus ik... Milan, ben je nou speciaal teruglopen voor die Rijkouw? Ja. Hé, hey, wat doe je nou? Nee, niet jij, Milan. Ik had het tegen Farfetch'ing. Smoetje hem!
Valspelerij. Zeggen die, je ziet toevallig ook in die forest, dus ja, hè? Meenemen. Oké, misschien dat dit wel goed gaat, hoor. Want ik heb trouwens een greatball gevonden. You laugh. And I like great balls. Oh, goddammit. Oh, wauw, springt er gewoon... Ik gooi die greatball meteen eruit, gewoon. Zo's. Kut. Krijg de vinken. Nee, die TM heb ik net gekregen. Wat ja, 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 ik heb 2 babymons. Oké. Mijn Totic kan een normal typing moving. Lekker bezig. Ik heb een kantje, hoor. Klote Bulbasaur, nobody likes you. Of Paddy, maar ja, dat is ook nobody dus. Hey, yo, als je zo'n lijn hebt, hè. Ik wil niet weten, maar wij zitten er zeg maar op. Samen, op één keer. Zoveel ze naast elkaar zitten. Maar. Yo, Charmeleon, Wartortle. Het cool. Aerodactyl. Wil je even oh my night, Snoop ook. Klote pack. Ah, echter. Het lijkt wel FIFA met een klote packs. Ja, je wordt gewoon genaamd door het systeem daar. Ja. Nou, niet alleen bij FIFA, ook hier. Repelling. Die kan ik gebruiken. Want ik weet... Want we hadden daar nog 2 levels. En dan kunnen we die ook afvinken. Omen Knight. Slow ook. Oh, in deze game heb je niet dat hij zo helemaal doet. Zo van, yo, ik moet deze kant op. Ja, dat doet hij in Hard Gold Silver. Ja, je moet deze kant op. Ja, je moet deze kant op om die kant op te halen. En dan vervolgens daar mee te kunnen nemen. Ik ben echt nog nooit zo traag door deze game gegaan tijdens een bingo. Oh, dit is echt de snelste run die ik ooit heb gehad. Ja, maar bij mij ook. Maar. Ja, ja, dat is de turns have tabled. The turns have tabled. En dat moet ook. Nou ja, voor Milan hoeft dat niet, denk ik. Maar Milan, je staat nog wel steeds voor, denk ik. Nee. Ik sta voor. Rusty staat voor. Charizard. Ik heb er eentje meer dan Milan. Eén staat voor. Ja, daarom. Dus, daarom. En ik heb Totodaal heb ik over half level. Dus gaat over half level gaat hij evolueren. Dus dan heb ik Crocna. Ik heb een Bayleaf. Dat vind ik heel lief als hij nou even... Doe even lief. Voorzij doe komt. Lief. Doe even lief, Bayleaf. Ik had niet voor baby Pokémon moeten gaan als starter, zeg maar. Want ik heb natuurlijk mijn Butterfree weggedaan. En ja, toen heb ik 2 baby Pokémon gevangen. Maar die zijn gewoon fucking slecht. Oh ja, nee, dat klopt. Ik dacht dat jij de voorreflectie was van deze jongen. Oh nee, shit, verkeerde move. Hey, what a gun. Oh, het is zo. En op tijd. Golbat. Ja, we hebben Crocna. Golbatman. Golbatman. Beam. Volgens mij, Golbatman. Ja, Aerodactyl is wel een rock-type, maar ik denk dat hij dus... Is dat je encounter? Dankjewel. Dit kon dat jij als ze het zei, Mikey. Ik hou van je. Ja, wij voelen elkaar aan, hè, Sander. Dus, Ja. Volgens mij zijn wij... Als je zo'n lijn hebt, zeg maar... Ja, daar zitten wij, wij daar. Mij zitten wij voelde je natuurlijk al van heel ver aankomen. Ja. Ik ga even wel pokeballs gooien, hoor. Ik ga even wel pokeballs gooien. Ja, gooi ze wel eens nog. Oh, hij wil niet zitten, Wacht even. Hij is nog steeds boos over iets wat ik in Hard Gold heb gedaan. Want daar zijn ook alle Totodels boos op me. Dat weet ik, want ik heb nog steeds geen shiny. Dus... Ja, zeg maar, ze worden je beste vrienden, Sander, zodra jij die shiny hebt. Hij doet ook rage en zo, dus volgens mij is hij echt heel boos op me. Maar ik weet niet wat ik dus misdaan heb, hè? Ja, dat is nogal bij de vraag wat je misdaan hebt. Een hele hoop, maar niet tegen hem, zeg maar. Ah, ja, nee, dat kan natuurlijk ook nog. Niet kijk, dan gaan we eens even dat tweede eitje ophalen. 5 pagina's. Wat? Nee, niks. Ja, alles gewoon. Oh, oké. Even kijken. Net de hele tijd doe ik de shaking en nou kan ik het shaking. Je kan het zeker shaking. Eerst ging hij steeds shaking en nou kan ik het shaking. Shake it, shake it. Shake it, shake it. Shake it up.
Je booty. Check, check, check. Oké. Note zelf. Oh, hoor eens dan. Oké. Angstkreet weer. Of, ja, geef mij dat uitwerk gewoon. Top. Hij checkt binnen. Oh, note zelf. Frustratiekreet werkt wel. Oh, daar ben ik heel goed in. Fijn. Waar was jij de vorige twee bingo's? Ja, nu staat hij niet op dat dingetje. Nee, die staat er niet op. Welke had ik nou niet meer nodig? Beedrop heb ik niet meer nodig. Doei doei. En ja, ik heb het wel. Zo, ik ben een golden rod. 1, 2. En dan deposit. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We moeten echt met 2. Ik weet niet, we moeten even babbelen. Oké, dan moet ik helemaal naar boven lopen. Dat weet ik helemaal niet. Sander, wanneer was die level 5 gebeuren nou? Woensdag. 5, dat is woensdag. Spannend. Oh, hier kun je dus ook geen great balls kopen. Oh jawel, wel. Ik kan niet lezen. Ben jij blinding? Ik ben blinding, sorry. Ik ben... Ben jij char? Demi? Demi was het toch? Demi blind? Daily. Close enough. Als close in dagelijks enough, blind. Ja, ja, dagelijks blind. Ik ben daily blind. Nee, jij bent Charda. Ilan, wanneer heb jij een mond gevangen met een rock type move? Net. Oh. Welke mond was het? Oh, nee, mijn Espeon. Een Graveler. Mijn Espeon is off. SMS Espeon. Dat heb ik dus niet gedaan. Nu is hij off. Wat nu? Vampy is een baby. Oh nee, dat is geen baby Pokémon. Nee, Vampy is geen baby. Waarom komt hij dan uit een ei? Hè? I don't know. Dat is, komen ze allemaal toch? Dat is zo niet hoe Pokémon werkt, zeg maar. Want nee, Eevee kwam ook uit een ei. En Mace, Bulbasaur ook, volgens mij. Stimmt. En ja, Munchlax. Oh, wacht, dat is ook echt een. Spark! Wat de fuck is dit nou? Ja, deze Clefable. Die was zo evil dat hij zelfs Spark kon, joh. Had hij die niet gewoon uit metronoom? Ja, dat is het waarschijnlijk, maar. Sander, dat vond ik echt een leuk woordgrapje. Dank je. Ik wou zeggen, hoor ik vaker, maar ik mag niet liegen van mijn ouders. Dus... Wat doet hij nou weer? Huh? Oh, ze geven ook gewoon niet eens meer weer wat hij doet. Oké. Oh, dan ga ik al mijn levensverlies en het duurt zo lang. Nu ineens gaat hij niet mij killen. Daar heeft dus iemand een keer een liedje over gemaakt, hè? Wat? Over wat? Oh. Over duurt zo lang. Maar stond ze het duurt lang, stond hij er ook al een tijdje of dat niet? Ja. Oké, nee, maar uiteindelijk moest ze door. Maar zei ze wel, het spijt me, of dat niet? Ja, maar wel voor de laatste keer, hoor. Het is niet... Ja, maar op een gegeven moment is het klaar, weet je. Yeah. Hoezo duurt het nou... Nu gaan ze ineens op stal, hè? De gymleader geeft mij gewoon echt... moves waarvan je zoiets hebt van... Ja, dit is leuk voor late game. Welke dus late game? Ik heb flamethrower, ik heb thunder. Wat Fable, maak jezelf nou vakant, alsjeblieft. Dat is niet aardig. Nee, maak mij van kan, bedoelde ik. Oké, dat is een beetje raar. Iets aardiger. Ja. Nou, misschien moet ik niet dezelfde route lopen, maar dan moet ik weer tegen die café. Van kant in Minecraft? Nee, de porkchop van Miltank is in Minecraft. Oh, daar sloeg die porkchop op. Ja. Ik snap het, man. Huh? Yo, Furt. Jij zei, telt Moomoo Milk ook... als Miltank. Toen zei ik, maar een porkchop, maar hij telt wel voor porkchop van Minecraft. Ja, maar ik wist helemaal niet, joh, dat ik snapte hem niet. Nu snap ik hem. Goed zo. Het kwartje valt, maar wel 5 uur later. Net zoals de kater, weet je? Het was net zoals de kater. Hij kwam wat later, maar uiteindelijk... Hij kwam wel. Waarom zijn jullie niet voor mijn encounters? Deze vrouw houdt van cute Pokémon. Daar houdt ze ook van.
Nee, ik ben geen Pokémon, never mind. Oh, nee, ik wil zeggen, nee, dat zei je mij ook. Ik had cute Pokémon, twee problemen. Kom je mee aan? Waar kwam ze nou mee aan? Het was echt... Nee, klopt, ik ben niet cute, ik ben hot. Dat weet ik, nee. Ik dacht dat jij net zei dat je van je ouders niet moet liegen. Ja, nee. Oh. Nee, dat klopt, daar heb je een heel goed punt. Ik vergeet zijn toneel voor op te zetten, ik ben dom. Hey, ik heb geleerd van je, Milan. Ik heb geleerd dat van zo. Je. Ik zei meteen waar het op stond. Dat is meteen de waarheid. Confusion is natuurlijk not very effective thing. Ja, waarom doe je het dan als het niet very effective? Omdat het de meeste damaging doet. Okay. Oh, ik ga je afvangen. Jij komt hier. Dat jij zo wil winnen. Jij komt nu hier. Ik zeg het toch, jij komt hier. Jij gaat die ballen naar je... Praat tegen mij? Prachtig. Dat was mijn plan A. Die is nou dood. Hij doet Solar Beam. Oh. Nah, hij heeft Barrage at the end, Hypnosis. It's just a barrage. Oh, oké. Okay. Croconaw ligt te slapen. Oké, wat was de Croconaw? Ja, kom hier. Totodel. Ik moet eigenlijk nog één water kunnen doen. Eentje hitten. Oh, rustig aan met die crits, joh. Dit hele ding is één grote... Ho, rustig. Icy wind. Wauw. Is... Yo, is het wind in deze game? Want dit is icy wind. Jij komen hier? Praten? Tegen mij? Tegen mij? Nee. Tegen mij? Oh, je moet hier eerst helemaal naar die klote pseudo lopen. Kom moet je hem vallen, man! Oké, never mind. Never mind, pipidibidi, never mind, didi, shake your booty. Oké, daar gaan we. Shake your booty. Nee, gewoon niet? Ik shake mijn booty niet. Oh, alright. Echt, jongen, die Rijko kan echt Twitch. De fucking tyfus krijgen. Nee. Wel veel geld mee verdienen op Twitch trouwens, dus ik weet niet waarom ik het niet doe op Twitch eigenlijk. Dat triple jiggle en dan gaat hij eruit. Hoe durft hij? Ja, dat ken ik. Hé, mijn starter. Oh, had ik nou die fucking Toadel voor opgezet? Maar ik ben een dommetje. Ja, heen. Een domme student ben ik. Ik meen het student gedeelte. Oh nee, wacht. Klopt ook nog wel. Oh, dit duurt lang. The student becomes the teacher. Student becomes teacher. He is a student-teacher hybrid. Ja. Is dit Harry Potter referentie? Nee. Je bent toch een student-teacher hybrid? Ja. Dat is wel waar. Ja. Dat wou ik zeggen. Van 1 tot 10. Dat is wel waar. Is dat wel? Sander, is de weg afgelopen? Sander! Wat? Wat ben je vergeten? Wat is Sander vergeten? Hij zei net, ik moet hem vooraan zetten. Oh, vet is voorbij, ik zie letterlijk het woord switch bij hem staan en dan gaat hij de volgende fight in. Ja, dat wou ik doen. Ik dacht al, waarom ben ik aan het kutten? Je had afgesproken dat we niet zouden kutten, Sander. Nee. Ja, ik heb hem! Nee. Ik heb bijna één rij! Nee! Wat doe je? Waarom doe je eigenlijk vooral? Gun je ons nou echt niks? Is dit nou hoe het gaat tegenwoordig? Nee, ik zit even te kijken. Ik moet alleen nog een Pokémon met een Rock-type move hebben. Oh, oké. Dan had je die hele rij al had. Nee. Ik moet nog één ding. Hij is geen Pokémon meester. Wat denk jij? Zo! De disrespect! Oh, sorry Milan. Ik dacht dat hij... wel een Pokémon meester was. Ik word echt boos zometeen, denk ik. Oké, dan niet. Niet dat hij een Pokémon meester is. Nee, niet op jou. Oh, oké. Wat? Vertel, Milo, wat is er aan de hand? Ja, het spel wil gewoon niet. Elke keer gaat het niet in mijn Pokéballs. Oh, de Raikou. Ja, en ik kan elke keer ook niks verslaan, omdat mijn Pokémon allemaal kut zijn. Ja... Pokémon, wees even niet zo kut. Ik bedoel, ik snap dat je in Milan's team zit, maar alsnog mag je meewerken. Wow.
Wow. World of Warcraft. World of... Waar gaat het ineens heen? Wow. Oh, Milan, je bent geweldig. Jongens, kunnen we over volgende samen... Oh jee, wat gebeurt er, Nandoing? World of Warcraft, dat is wel moed. Oh nee. Als moed. Als moed. Want ik heb je al bevochten. Oké, jij wil nog een keer... Oh. Ik heb er nog nooit een gezien, dus... Ik ga allemaal met die entree. Ik ben niet of ik het eens ben. Lekker door de level 15! Oh, nog 3 levels staan, dan ga je evolueert op level 18. En dan krijg je een Meganium, hè? Oké. Okay. Ja, dan krijg je een Meganium. Ja. Nee, zo bedoel. Nee, ik... Oh, jongens. Echt, ik denk dat ik morgen gewoon niet meer kan lachen. Al die lachspieren die zijn vandaag zo erg getraind, hè. Door jullie. Allemaal door jullie. Ook. Oh, dat moest, oké. Wat heeft deze man? Een Yama? Level 2. Oh, die kan iedereen verslaan. Niet mij verslaan, alsjeblieft. Oké, gelukkig. Pikachu. Oh, Pupitar, oké. Wat een tiefe spel. Niet in één keer weer level 528. Oftewel level 14. Stel toch? Ja. Ja. Ja, dat dacht ik al. Oh, oké. Very strong. Oké, prima. Level 16? 16? Dat is sweet, toch? Dat is zoet. Wauw, we maken dezelfde grap. Ja, lekker. Dat je zo wil winnen. Let's go! Oh, ik mag hem niet meenemen, hoor. Wacht even, een item tossen. Ja, lekker game. Lekker. Goed de bezig. Tossen. Goed bezig gaming. Nee, wat doe ik? Oh, Grog. Oh, ik denk dat Mike gaat finishen voor het einde van de tijd, als ik zo kijk. Hoeft niet. Het hoeft niet, alleen hij heeft wel goede kans. Maar hij heeft zeker goede kans, Ink. Als je zo kijkt naar wat hij nog moet, dan zijn het niet hele moeilijke... Wat moet hij nou? Pokémon met Rock-type move, Noctowl of Pharaoh, en 6 Normal-type Pokémon. Oh ja, die is makkelijk, zou ik zeggen, maar ik ben er al zo lang mee bezig eigenlijk. Ja, ik heb nog geen enkele Normal-type Pokémon gezien, dus... Nou, dat lijkt me sterk dat je daar nog geen enkele hebt gezien. Ja, ik heb er wel een paar gezien, maar niet als encounter. Had jij geen Pidgeotto? Nee, dat heb ik. Ik heb al 4 normal types. Welke Pokémon heb je dan wel? Oh, over normal types gesproken? Dat bedoel ik. Nee, dat is een fairytale. Oh ja. En dat is ook geen baby Pokémon, trouwens. Yo! Oh ja, maar de babymonster heb ik al, Sander, dus... Standler. Dat is een normal type. You don't Standler a chance. Wauw. Nee. Waarom heeft elke trainer in deze game een Ho-Oh? Dit is al tegen de vierde of vijfde Ho-Oh van de trainer. En dan heb jij ook nog... Oh nee, je hebt de Magpie. Waarom dacht ik dat je weak was tegen Ho-Oh? Nou ja, ik wil niet zeggen dat het Magpie nou heel veel damage doet tegen hem, Ho-Oh. Standler, ga even in die bal. Ik loop zo naar een Pokecenter. Maak me niet dood. You don't Standler a chance. Ik don't Standler a chance. Dat is zeker waar. Nee. Oké, ik ben dood. Ik kan wel even. Oh ja, ik was van Yu-Gi-Oh! Ik waarschijnlijk ook, hoor, dus Is dat wat ik denk dat het is? Is er een Flora? Kutzooi. Nee, dat was een die was van een trainer. Oh, oké, gelukkig. Die heeft hij toch niet nodig om zijn belangrijke rijen te doen. Dragonite is geen normal type. Trouwens, hij heeft Executor al, dus hij heeft zijn Flora überhaupt niet nodig. Oh. Dat klopt, ja.
Yep, maar guy, feint, haal mijn Suicune neer en dan kan ik zo terug naar het Pokémon Center. Jumping the Pluffing? Jumping the Pluffing? Wil je deze ruilen voor Magby? Nee. Een Suicune ruilen voor Magby? Nee. Zijn Jude doet voor mij Magby. Oh. Nonne. Ah, nonne? Ja. Mr. Mime? More like Mr. Nee. Laat me nou met rust! Wat? Oké, dat ging ineens snel anders. Mr. Laat me nou met rust. Is it just a mirage? Oh ja, wacht. Ik ga trouwens even voor nog een vakkie. Nee. Ik ga het niet doen. Laat die vakjes nou eens met rust. Nee. Met rust. Het is mijn kans om een keer te winnen. Oh, ja, man, die kans is zeer groot. Daarom. Daarom, die kans wil ik ook zeker benutten. Ah, oh, nu ben ik paralyzed. I'm paralyzed. I'm trying to speak. Na 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 na. Hey, Stendler, eindelijk. Is it just... I try to move, but you're stuck in your shoes. Sander, we hebben niks met Stendler, hè? I don't stand. Dat is toch een normal Pokémon? Oh, hij wil toch niet zes normale Pokémon nu? Kijk, ik snap het wel, Mikey. I don't stand a chance, maar laat nou gewoon die... Fuck! Die fuck. Oké, dat ging ineens helemaal de andere kant op. Ik had hem eindelijk voor... Een dunsperge. Een asperge. Ik heb een asperge. Kaboomie. Als ik een asperge heb, dan hoef ik maar... alleen nog maar de Stone Stantler Chance. Ja, ik heb de laatste trainer ook gevonden. Top. Oké, asperge. Guy, waarom heb jij Entei? Maat, ik heb al tegen 5 keer tegen een Ho-Oh gevochten, Surny. Hoezo? Ja, mijn nummer 7 in de bal. Oh, hey, dat werkte. Zo, dat was trainer nummertje 4. Hey, asperge zit in de bal, jongens. Ik moet alleen nog Stantler. Maar Sander. Ja. You don't Stantler a chance. Nu ineens kom ik alleen maar dunsparsers tegen. Misschien wel een shiny. I wish. En dan bedoel ik niet die pokeball even op de app, Sander. Voor hetzelfde geval zit daar... Wat? Zwijger in. Die pokeball links onderin. Oh ja, dat kan wel. Maar ik wil Stantler. Kijk, dit is mijn probleem altijd met de bingo. Nu doe ik het weer, hè. Nu ga ik... Mm-hmm. Nou, wat zit er in de... Wat is de Sudowoodo? Oké. Oh, oké. Bij jou kan ik gewoon weglopen. Je hebt een Crocodile. Nou, oké. Niet killen. Doei. Oh. Killing Rain? Oh, wacht. Dat is wat anders. Eevee. Technisch wat mijn encounter... Hey, Dugan. Since you've been Dugan. I can't breathe for the first time. Hé, hey, die Pidgey zou ik maar vangen als ik jou was. Weet je, dat is mijn die is normal. Instrument. Ja, die is normal. Weet je, Dewgong is wel gewoon mijn favoriete instrument. De gong? Dewgong. Dung. Ik moet de bos behalen. Met deze Eevee. Hoor wel als deze Eevee mij in de steek laat. Snel afvinken. Let's go. Ik heb eigenlijk niemand heen. Oh, ik had al een vakje die iemand heeft. Oh. Ja, die had je al. Jij doet de obscure vakjes, doe jij. TM 26. Eng. Flame Wheel. Eng. BG, is dat het punt van doodgaan? Ga in die bal! Het is Joey Flame Wheeler. Goed zo. Is dat niet van die... van die autootjes? Nee, van Hot Flame Wheels? Ja, wel. Ja, nu ik het zo zeg. Dat moet wel. Hot Flame Wheels, toch? Maar ik heb jou gevochten tegen een Rock Pokémon. Ja? Dan kan je in de Pokédex in kijken. Oh ja, tuurlijk. Ja, de Geodude. Ja, alleen moet je wel het geluk hebben dat Geodude ook al een Rock-type move heeft.
Kijken, dan gaan we eens even kijken waar die is. Oh, daar is die. Judoot. Dan kan je beter naar Graveler kijken, want daarvan weet ik zeker dat hij een Rock-type move heeft. Oh, Graveler. Daar ben ik al voorbij. Het is Graveler. Graveler, ja. Oh, ja, die is hier vlakbij. Die is hier vlakbij. Dat bedoel ik. Godverdomme. Waarom help je hem dan ook? Is wel ja, die... omdat ik een lieve guy ben. Ja, je dat bent verzekering, Milan. Ja, pas het. Dus ja, ik moet hier zo meteen naar rechts en dan kan ik hem al tegenkomen. Ik ben wel blij dat de boxen niet zo kut zijn als een Gen 1. Mag ja, maar even... niks is net zo kut als Gen 1. Behalve de level curve. Die is kutter dan in Gen 1. Dat klinkt niet helemaal zo. Ik wil niet kut doen. Grote bal kort, okay, hè? We gaan voor Graveler. Okay, waar is die? Wow. Bij mij liep opeens de Discord even vast. De Discording. Can't escape. Wat doet die Abra? Teleport. Ah, Polywag. Dank je. Oh, dan heb je Swagger. Samen. Ik zal stoppen. Ik hoor je boosheid vanuit helemaal vanuit hier. En ik zit echt 100 kilometer van je vandaan of zo. Wel meer. Ik denk wel het driedubbele. Die dubbele, dat is wel heel veel. Ja, maar jij wordt ook tand toe ver weg in niemands land. Ja, maar zit jij echt 600 kilometer verder weg? Nee, 300. Hoe kom je nou weer bij 600? Is hij drie dubbele? Ja, dat is aan drie keer twee. Nee, maar jij zei... Hè? Je zei toch 100? Ik zei 100. Ja, een keer drie. Nou, drie dubbele denk ik aan 6 keer 2, want... Nee, Pichu. 3 en dubbel. Dan heb je een rare manier van denken. Freak! Ik hou niet van een rare manier van denken hebben. Oh, Sander, je muis. Zei Nanowing. Maar die is al weg volgens mij. Ja, inmiddels wel. Je Pikachu was uit het scherm. Oh, nice. Wobble Fett a Mirror Coat. Daar hou ik van. Constricting. Ik gooi met stenen, booming. Niet te verwarren met constructing, trouwens. Let's go, let's go, kom op. Let's go, let's go, let's go, kom op. Let's go, let's go, let's go. Ja. Ik ga even die aparte vakjes van Mr. Mikey afpakken. Nog één. Hoe durf je, Sander? Ja, sorry. Dat moest even. Waar is die andere guy? Oh, Sander, hier. Ik kon niet heel veel zijn. Maar is dat bijna gelijk met Milan? Nou, niet je bent wel heel vervelend nou. En je wou het niet zijn. Dan gaat iets fout. Yo, Butterfree? Oh nee, ik had die andere guy al. Leg dat maar eens uit. Ja, Mark. Leg dat eens uit. Wat? Ja, je wil niet vervelend zijn, maar toch ben je vervelend. Oh, ja, ik vertel alleen de waarheid. Nee, jij zei ik wil niet vervelend zijn en dan ben je toch vervelend. Daar gaat iets fout. Oh ja, nee, sorry dat ik gelogen heb. Spijt me. Man, ja, ik vertel alleen de waarheid. Doe niet zo moeilijk. Nee, nog net niet. Daar achteraan, maar ik hoorde het wel bijna. Ja. Hey, Weezing. Is het Penny? Ja, ik heb Penny gevonden. Hoe werkt Confused in deze gen? En waarom kan ik niet aanvallen als ik Confused ben? Oh, die Graveler, echt, die wil niet komen. Graveler. En dat is zo'n surf encounter is. Is het geen vis encounter? Ik weet niet waar ik een vis in op kan vinden. Dat is natuurlijk nooit gereleased. Mijn Espeon. Oh, dat is een vakje die ik nooit ga krijgen. Nee, letterlijk. Nee. Iceberry, telt het ook al? Ja, ik ben begonnen niet waar je naar de vis in op kan komen in deze game. Dus. On my star places. Maar ik denk wel oprecht dat Espeon houden, dat voor mij... meer gunstig heeft gedaan sinds hij Confusion leert, namelijk is hij echt een speedrunnering mastering. Niet een speedrunnering mastering. Nee, geen shiny. Dat vind ik naar. Maar Paris heb je wel nodig voor de board. Ja, dat weet ik. Daarom denk ik ook zo. Oh, ik dacht even dat ik hem had. Maar nog niet. Not so fasting. Fasting?
Oeh, 3 shaking. Ik kan een great bomb, ik kom 1. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Your booty. Oh. Lekker voor mijn gevoel hoor. Ik ga toch best wel lekker. Ja, je bent Milan, ben je voorbij. Ja, ik heb echt een kutronde. Dan moet je nou gewoon nog eentje. Oh nee, dat kan niet. Nee, maar... kan je niet? Nee, dat lukt me niet. Beetje jammer dit. Oh, dat is mij blij maken met een dode Sparrow. Ja, sorry. Sparrow moet je hebben, hè? Je moet geen Sparrow hebben. Dit is waarom het zo staat. Nee, sorry, Milan. Nu was gemeen. Oh nee, Milan heeft me gecanceld. Ik hoor. Huh? Hoe werkt dat? Ik hoorde dat je niks zei. Ik denk, je hebt me gecanceld. En terecht ook wel. Kat, waar zit je met tasten klieren? Yo, ik wil deze eigenlijk vangen, maar... Nee, het is mijn cargo, maar... Als het ook maar was, had ik hem gevangen. Ja, logisch, logisch, logisch. Maar dat moet gewoon. Dat is de regel van het universum. Kat, wat de fuck doe jij? Oké, okay, we gaan van de regel van het universum naar Kat, wat doe jij? Makes sense. Ja, dat weet ik. Daarom zeg ik het ook. Dus I own. Maar ik heb nog extra moeilijkheid, hè? Want ik heb een kat die moeilijk doet. Hé, hey, het ei komt uit. Nee, kat, dat is niet. Is, andere dat is niet, kat bedoel ik. Dat is niet Crow-Max. De shiny ei, toch? Dat is niet de shiny ei, toch? Weet ik niet, moet ik even kijken. Ja, ik moet eerst nog naar binnen. Nee, het is het normale, het is het ook PI. Dus je kan altijd nog een shiny krijgen op het nog sneller. Welk vakje pak je dan? Daar heb ik tot nu toe nog helemaal niet over nagedacht. Daar zou ik toch maar over na gaan denken. Als hij nog nul... Ja, ik denk dat ik er weet welke. Ja, ik denk Noctal en Pharaoh. Ja, dat zou ik ook doen als ik jou was. Ah ja. Ik wou zeggen, als je nog nul normal types hebt, dan is misschien die wel handig, maar... Ja, die heb ik al behaald. Pharaoh is wel heel erg RNG. Ja, en er zijn heel veel normal types in deze game. Ja, dat is ook ooit zo. Dat vergeet je soms. Nou ja, Milan niet, maar... Oh, kut, ik let niet op. Tip, let op. Trouwens. We doen met oplet, denk ik, of niet? Huh? Ja. Wij doen met op. Oh, we hebben vandaag toch al regels aan het overtreden. Nou, doen... Oké. Nou niet. Dus dat... Echt, ik sta één keer meer dan Milan en meteen krijgen we dit, hè? Vind ik wel heftig. Vind ik wel heftig. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar. Dat had hij anders ook gezegd. Oh, wauw. Doe eens aardig, Sander. Oké. Okay. Wat zijn we weer gemeen naar iemand toe? Ja. Moet er helemaal van huilen. Oh nee, niet huilen, Milan. Ik hou van je. We doen het zonder huilen. We deden wel zonder huilen eigenlijk. Ja, dat is wel waar. Yo, ik ga even Sudohoede vangen, hoor. Ik ga even Sudohoede. Heel even, man. Oh, ik had een Gretabal moeten koppen. Gretabal? Oh, ik moet niet tegen hem praten. Dit is niet dezelfde game. Je moet met haar praten. Je moet met een meisje praten. Je gaat zij weg en dan moet je vervolgens achteraan. Ja, dat had ik al gedaan en toen had ik haar... Ja, je moet dan met haar zus praten. Oh, deze game is zo kut, hè. Waarom ben jij geen Pokémon meester? Ik speel deze kut games nooit. Ik speel alleen alles... Dat is niet waar, we hebben het een paar keer al gedaan in de korte tijd. Ik weet dat je normaal niet zo ver komt, maar... Nee, normaal ben ik ook zo ver gekomen. Alleen, ik snap gewoon niet hoe deze kutgames werken. Want ik ga ervan uit dat ze wel werken, zeg. Zie je wat Nando zegt? Wat? Zie je wat Nando zegt? Nee, ik heb... Zei toch dat ik de chat niet... Confronteer me nou niet met mijn fouten. Nando zegt... Sandering! Nee, Nando, niet de Sandering poelen. Doe niet de Sandering poelen. Je mag best een Pokémon Packie openen... Maar open dan niet de... Sandring. Ik zag laatst iemand op TikTok. Dat is rare instances. Dat ik iets zie op TikTok. Maar... En er was een guy en die ging... Politici packen, ja. Ja, die heb ik ook al vaak gezien, ja. Die was fucking grappig. Hij ging voor die Balkanhanda, maar hij heeft hem nooit gevonden. Dat vond ik wel heftig. Maar ja, hij is ook een rare... Rusty, schiet nou eens op. Hé, joh.
verleid me... Of, verleid... we zijn sowieso toch nog 20 minuten bezig, anders. Oeh, een Delibird. Nee, ik ga nou surf halen, dus... Fuck it. Zeg, ik ga nou mijn mond zielen en dan ga ik surf HM halen. Dus dan ga ik kijken of Graveler op het water zit. Graveler. Hij anders is Graveler. Niet Graveler. Het is Graveler. Dat je dat maar weet. Graveler. Ja, dankjewel. Die wordt blij. Oh. Moest we nog over gesproken, die ga ik zo meteen even kijken waar die is. Waar is Bill? Die was hier er. Oh, die komt eraan. Oh ja. Zo was het. Ja, hij is built by the science guy. Hey. Okay. Ja, PC. Ik ben PC guy. Oké. Okay. ICT-nerdje. Het is zo'n ICT-nerdje. Fijn om te weten. Dus hier al Bill is zo'n ICT-nerdje. Dat hoorde ik net, ja. Uit betrouwbare bronnen. Ja, dat vind ik cute. En dan heb ik het niet over deze Whooper, die ook heel cute is trouwens. Whoopsire. Nog een Whoopsire, nog een cutie, man. Hoe wil je, wing? Dan kan ik weer helemaal terug voor dat eitje. Hij is zo blij. Oh. Yo, cut the tree. En toen stond het ineens weer gelijk. Tegen de tree. Sorry, tree. Nee, ik dacht dat die tree zo heette. Dat was mijn fout. Ja, mooi nog. Zou ik net... flip spelen anders, jongens? Ik vond net een ice heel. Telt dat ook als berry juice? Vast wel. En denk je dat dat ook telt als berry juice? Mm. Omdat alles telt volgens jou als berry juice. Well, wait. Ja, dat dacht ik al. Ik moet Pokémon depositen. Maar wie dan? Ik denk de loser, man. So, ik heb ooit een rock type gevangen. Zo van, ja, hij is rock type. Weet je wat ik daar vervolgens mee gedaan heb? Helemaal niks. Dus die kan de box in. Kon die een rock type move? Nee, hij kon absorb, withdraw en nog iets. Oh, niet nog iets? Nee, die was wel eng hoor, dat was tackle of zo. Take good care, received an Eevee. Tyranitar, oké. Okay. Wacht, dit is niet eens die egg dus. Ik dacht dat dit die egg was. Wat die old nee, die egg. Is daarvoor. Nee, die is daarvoor. Maar ja, natuurlijk, voor surf moet ik eerst Morty verslaan. Of Rick. Oh. Wacht, wat gaat er? Waar is het? Maar zou het niet veel sneller zijn, Mike? Als je gewoon eventjes in de volgende routes gaat rondlopen... of je niet gewoon een per ongelukke Pokémon tegenkomt die Rock type move heeft. Ja, ik ben al aan het kijken waar ik die kan tegenkomen, Milan. Ja, maar is dat niet gewoon even rondje lopen in het grassje? Elk rondje is wel anders, heb ik gehoord. Nou, gaan we nog steeds verder tot 10 uur? Ja. Of gaan we het verlengen? Tot 10 uur. Oké. Okay. Gaan we het verlengen? Nee. Ben je helemaal mal geweest? Nee, ik ben nog steeds mal. Oh. Niet eens geweest. Kijk, waar is Noctile? Binnen. Daarom wou ik eerder hier naartoe. Wanna know about X? Ja, natuurlijk. Odd egg, oké, odd egg. I love odding egging. Hou jij ook een odding egging? Dan heb je pech. It's making sound, it's going to hatch inside soon. Of zoiets. Oh, oké, Noctas. Maar dat is egg 1, dat is egg Psy 1. Behalve als die ook shiny is. Trouwens, dan is hij niet Psy 1. Je kan nog steeds winnen door gewoon één rij te krijgen voor 10 uur. Technisch gezien. Technically speaking, you can all win. Dan kan ik gewoon nog winnen, what the fuck. Dan gaat hij zo. We gaan blijkbaar ineens stoppen, joh. Het is ineens 10 uur. Nee, laten we maar stoppen, weet je. Nee.
Nee, dat was een grapje, Milan. Nee. Ik was even helemaal vergeten dat dat is hoe het werkt. Dat is wel hoe het werkt. Oké, we zijn nu bij de open game one. Dus we kunnen nu eerst de tower in. Towering. Towering. Sorry. Ik zei bijna verkeerde dingen ook al in. Oh, oké, we gaan naar de Lake of Rage. Daar is Noctowl. Jigglypuff. Oh nee, wacht. Ik had al normal types. Ik was echt heel blij met een normal type. Ik heb nog pas 6 normal types. Waarom heb ik dan nog een normal type nodig? Denk ik dan ook zelf, maar... Okay. Ik ben het wel met eens, Jan. Salsa. En het salsa ook nog. Oké, jij gaat echt voor de full on go. Ja. Full on go, ja. Full on go is mijn specialiteit. Full on go is je specialiteit, oké. Okay. Ride on these nuts. Oh, waarom heb ik nu mijn guy weggedaan die water type attacks kan? Oh, dit was nog. Ik vergeet hoe OP confusion is. Was je even confused dat dat ook een ding was? Ja, ik was even confused hoor. Ik was even confusing. Ik hit het zelf nog niet in confusion, maar het was closing. Maar ja, precies. Close calling. Close calling. Ja, Noctowl. Yo, is dat zo'n black belt? Die close? Oh, wauw. Dom is dat. Je moet een black belt callen. De rest vindt hem echt totaal niet grappig. En ik zit hier echt wat een paar. Yo, ik heb zo... Oh nee, ik moest 2 baby Pokémon in. Had ik niet Oh nee, ik had geen Togetic. Golem? Oh. Nee. Wat doe je nou? Wat? Mikey. Ik heb Noctowl gevangen. Ja, wie heeft gezegd dat dat mocht? Oh. Denk wel, gaan we ineens naartoe? Ik niet gezegd dat dat mocht, want anders dan... Dan is het oké, hè? Dan is het oké. Dan begrijp ik niet verkeerd, dan is het oké. Maar... Nee, daarop, maar ik wil zeggen, mocht mijn ei een shiny zijn, dan gaat hij naar de different types normal. Lullig. Wat ben jij lullig. Dat je zo wil winnen. Wrong type! Hoop ik. Oh, dat weet ik nog niet. Ik heb hem niet in mijn party. Ik ga er wel vanuit dat Golem een rock type move heeft, Sander. Ik moet checken. Ik kan niet zonder checking. Nee, je moet wel checken, ja. We doen niet, met checking, volgens mij. Maar dat is de laatste keer. Ik heb ook gewoon een Tyranitar, trouwens. Wat? Maar. Oh, hey, als nu. Hij heeft Sandstorm een rock type. Sandstorm is een rock type move, zeker, hè? Ground. Oké. Dan withdraw. Golem? Nee, ik moet eerst deposit. Doe ik altijd fout. Terwijl ik weet in principe wel wat withdraw en deposit is, maar ja, ik kan gewoon niks. Dat is jammer. Ja, golem? Dat is altijd wel een beetje terug. Ja, daar lopen we wel vaker tegenaan. Rock, throw, baby! En waar staat? Oh, die. Rock, throw, baby. Dat is, ja. Dan heb ik ook 2 babymon. Rock throw baby. Oh. Lekkering Sandrine. Sorry. Oei. Ik zal verder mijn kop. Echt, ik moet toch 1 van die 2 hebben. Poison Cure Berry, eventjes voor de goede orde. Tel dat nou ook als een berry juice. Hey Smoetje, is dat niet zo'n... Dat is een baby Pokémon. Ik ga echt hard ineens, wat is dit? Nou, even dimmen. Heb je ooit zoveel vakjes gehad, Sander? Ik niet. Maar het is dus Pokémon Crystal, om mijn eigen vraag te beantwoorden trouwens. Smoot je hem niet doodgaan? Dit was niet wat we hadden afgesproken. He do be dead, ja. Maar hij is er nog een keer, voor mij. Dat vind ik lief.
Hashtag cutie guy. Mag ze een hashtag cutie guy in de chatting? Dat mag jij. Confusion. Lekkering. Ik heb echt maar 6 pokeballs. Dus smoochum, dus lief. Je bent wel zo'n smoochum guy. Let's go in. Let's go in. Inderdaad. Mag ik zo'n let's go in de chatting? Ik ga best wel oké. Okay. Ik heb veel vakjes. Ik heb niet op één rij veel vakjes per se. Ja, de black belt en swagger, maar dat gaat nooit lukken. Ja, ik wil zeggen, ik moet Pokémon met een rock type move hebben. Of 6 normal types hebben, maar... Ik moet wel zeggen, ik heb een hele hoop vakjes, maar ik heb niet echt hele gunstige vakjes die ik nog moet of zo. Milan ook niet hoor, maar... Want Milan heeft hetzelfde. In principe. Maar dat valt me wel op. Oh, wacht, mineral badge, maar daar kan ik... Oh nee, dan moet ik eerst helemaal naar die guy. Maar wacht, ik heb trouwens nog die Freemon. Nou, dat kan een Pokémon. Ik heb die Kenya nog. Oh ja. Oh, Kenya. Je hebt Kenya. Ja, maar ik wou zeggen, ik weet alleen niet wat erin kan zitten. Of wat het kan zijn. Nee, maar ik heb die ook niet gepakt. Alleen ik weet niet... Wacht, waar staat Kenya ook weer? Volgens mij is dat na Goldenrod, toch? Direct. Nee, het is in Goldenrod. Oh, is dat niet dat huisje richting naar boven? Nee. Oh, kut. Dan weet ik het niet. Mewtwo, ga even neer. Dank je. Wat zeg, daar heb jij toch die Titar van gehad, Sander? Nee, dat was van Bill. Ja, daar heb ik het ook over. Oh, maar die heet niet Kenya. Oh. Kenya is volgens mij wel diegene dan die ik bedoelde. Nou, dat kan zo, dat kan wel. Weet je wat? Nee, het is een War Turtle. War Turtle? Nee, Charmeleon. War Turtle. Ja, wel. Wat? Ik was helemaal in de warring. Is dit? Laat maar. Ik weet maar goed niet waar je die Kenya dan moet halen. Had Tyranitar Sandstorm. Oh ja, dat heb je ook nog. Ja, maar Tyranitar of Sandstorm was ground volgens jullie, toch? Nee. Nee, ja, Sand Attack zei toch? Sand Attack zei. Nee, ik zei... Oh, het was Sandstorm. Ja, Sandstorm is wel een rock move. Oh. Wacht, hoef je in deze game niet... Nee, je moet in deze game wel helemaal tering. Eind. Oh, dan moet ik eerst nog Morty verslaan. En een Ghost type. Ja, dit is echt... En Rick. En ja, Rick. Dat ga je niet meer halen in die tijd, Sander. Oké, mijn enige mogelijkheid in 7 minuten is deze Raikou vangen. En Leven. Een eitje. En een eitje shiny. Ik ga jou vangen. Dat mag niet. Ik ga eens kijken of Pupitar een rock type move heeft. Nee. Nee, maar die leert hij wel. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Sorry. Nee, niet. Nee, we doen zonder vangen. Denk keihard. Toch, Milan, we doen zonder vangen, ja, toch? We doen zonder vangen. We gaan even eerst even die Raikou vangen, trouwens, Milan. Oh, je mag eerst even vangen. Daarna doen we zonder vangen. Ja, die Raikou zit ook. Keer niet. Het feit dat jij die Suicune had gevangen is echt heftig. Ja, maar ik deed ook gewoon de Nando strategize. Ja, het was Nando ook gelukt. Ik heb hem gewoon gekopieerd. Wat deed je? Nando heeft ook een keer een Suicune gevangen. Oh, oké, je deed niet speciaal iets. Nee. Oh, dat dacht ik. Of het was de starter, het was een van de twee. De nonnen. Ja, die Pupitar wil er niet in. Waarom is Parasect trouwens niet Ghost type? Dat vind ik gek. Wie? Parasect. Zijn hele Pokédex gaat over dat die Mushroom, zeg maar, zijn hele ding heeft overgenomen. Hè? Dus dat is best wel Ghost-achtig. Ja.
oprecht. Ik kan er wel in komen. Bug Ghost? Yes, Puppetar is kat. Nou, het wordt hem niet meer, boys. Want ik heb geen Pokeballs meer. Oh, sorry. Satu? Ik kom eraan, Puppetar. More like, gaat u neer? Masturbeer? Hey, het is geen nootjes november, hè? Het is geen nootjes november. Heel veel nootjes november. Ja, ik heb hem. Puppetar heeft Sandstorm. Ah, nice. Dan ga ik hem sowieso niet meer winnen. Dus ik heb één rij. Goed bezig. Nou, nog even snel, snel eventjes zes different normal types. In dat geval ga ik na deze battle gewoon rondlopen als gek om... Oh, ik heb echt nog drie dingen. Oh, dat is kut. Ik wou weten wat in die eitjes zat. Nou, dat kunnen we sowieso wel even uit, broer. Ja, dat kunnen we sowieso nog wel even doen, joh. Nou, ik wil dat voordat Mikey wint. Nee, en die wint over 2 seconden. Nee, 4 minuten. 4 minuten is handig. Niet als jij die shiny hebt uit die egging. Oh, ja. Huh? Wat gebeurt hier dan? Is dat niet die andere ei? Ponyta, dat was mijn starter. Is dat niet het andere ei? Ja. Ja. Nou, ja. It need more time though. Nah, dit is echt heel kut. Ik zal eens kijken of hij van mij is. Die van mij is must be close to hatching. Dat is fijn voor je. Waarom ga je hem dan niet hatchen? Dan kun je misschien wel gewoon winnen normaal, zonder de tijd. Ja, daar ben ik mee bezig, alleen we zagen nog wat trainers die ik overgeslagen had. Gewoon eventjes naar een black toe te gaan waar het gewoon makkelijk kan lopen. Nee, Rom, ik loop nou gewoon een beetje rond, hè. Ik moet wel zeggen, ik heb... Heb jij geen fiets? Nee. Oh. Helemaal vergeten te halen. Als ik toch rondjes loop, weet je, dan kan ik ook rondjes lopen naar... Oké, misschien wil dat niet zin, want dan kom je in gras. Ik denk wel dat oprecht... Dit is wel weer... Ik ben weer niet gegaan voor mijn doel. Mijn doel was... Ga niet steeds op één doel focussen. Nou, maar Sander, dit is jouw beste ooit. Ik ging op een gegeven moment toch wel op die normal types focussen. Maar ik ben wel tevreden. Ik heb wel mijn best gedaan. Zeker. En hoewel ik voor mijn gevoel snel ging, ging ik toch best traag. Ja, ik wil zeggen, ik had gewoon geluk bij de gyms met die Suicune. Ik sweepte gewoon alles. Ja, zie, dit is de Kenya. Waar heb je die van gekregen? Boven hockey. Van dingetje ding. Oh, dan ga ik er ook eens even heen. Dat was heel duidelijk. Nee, ik heb even gekeken waar je hem gehaald had. Dus ik weet wat het is. Golden Rodding City. Eigenlijk zou die daarvoor gedisqualificeerd moeten worden, of niet, Nando? Wat? Ja, dat je geen fiets hebt. Wacht even, ik ga hem halen. Zo, wat een disrespect hier ineens. Oh, Rusty. Er is iets met jouw game waardoor je niet kan winnen. Heb jij wel een fiets? Gewoon een vraagje, hè? Gewoon een vraagje. Misschien heb jij geen fiets en je weet dat dat de regel is. Dat je zonder fiets dus niet mag winnen. Dus dat vind ik wel feint voor je. Dat vind ik heftig, man. Dat vind ik heftig. Ja, dat dacht ik dus ook toen ik hoorde dat jij geen fiets had. Dat vond ik best wel heftig, man. Ja, het is pijnlijk van ons. Oh ja, 10 uur, het is afgelopen. Yo, Machoke? Me daddy? Het is nu afgelopen, laten we nu gaan kijken naar wat er in onze ei-dingen zat. Weken! Oh ja, ik had al. Ja, hij heeft afgemaakt. Gefeliciteerd, Rusty! Rusty, gefeliciteerd, ding. Yes, eindelijk. Lekker. Nou, mijn Kenya was een Zatu. Ik heb heel even mijn middelvinger opgestoken naar Raikou.
Interacting. Niet farm met Interacting. Je bent nu de nieuwe reigning champion. Yes. Jij kan nu chilling, want je bent de rain. Zeker. Hé, hey, maar jongens, hey, even iets anders, hè? Ja. Ik had gewoon een fiets. Nee, die had je net gepakt, lul. Ja, hij komt letterlijk uit het huisje, hè? Hij komt letterlijk uit het huisje. Nee, dat maakt niet uit, Nando. Hij is nu gewoon de reigning champion. Dan moest je maar wel meedoen. Ja, maar Nando kan ook niet zo doen als zijn stem helemaal weg is. Ja, dat zijn van die kan hij nog steeds mee. Je hebt geen stem nodig om mee te doen. Nee. Als ik sneller was geweest, had ik nog wel die mineral badge misschien kunnen halen. En had ik surf misschien gehad. Nou, ja, misschien. Ik heb het... Ik ben tevreden, hoor. Eitje, kom gewoon Amy. Kom gewoon uit, jongen. Eitje, kom nou een keer uit. Die heb ik ook. SMS SP on. Dit wou ik eigenlijk helemaal niet, Stallings. It need more time? Bro, hoeveel time do you need? Deze, hij denkt dat ik het hele leven de tijd heb. Maar dat eitje, what the fucking... Kom gewoon uit. Is het straks Snorlax? Ja, dat duurt lang dan. Als het een shiny is, mag je dan alsnog... Nee. Nou. Maar je mag wel blij zijn dat het een shiny is. Oh, bike shop. Ik haat de bike shop eigenlijk. Stiekem. Nou, die van mij zegt dat die bijna uitkomt. Alleen... Must be close to hatching. Ik ben zelf dus in real life heel dicht bij mijn Johto Arc, hè. Want ik heb dus zo'n fiets gekregen van iemand en er staat advertisement op. Wat is Shiny Totodile Pearl. Dan heeft Sandring toch zijn Shiny Totodile voor zijn bingo. Ja, dat zou ik wel afkruisen. Er staat Heart Gold Soul Silver, maar serieus, op dit moment ben ik desperate. I don't care. Nee, en de kans en dat die nu een shiny Totodile is ook fucking klein. In dat geval start ik even gauw mijn OBS op, hoor. Voor de kans dat het gebeurt. Want ik wil wel deze reactie hebben. Nee. Ja, logisch. Nou, en anders kan je hem gewoon van mijn ding stelen. Ja, maar dan heb je niet mijn... Nee, niet mijn... Oh, mijn ei komt uit. Ja, je hebt mijn voice reaction, maar je hebt niet mijn... Oh, dat mijn ei is een Rhyhorn. Rhydon, die is nuts. Rhydon. Rhydon is no nut November. Oh, het is geen shiny helaas. Dan ben je gedisqualificeerd volgens mij. Hadden jullie trouwens in de gaten dat onze tweede bingo wel geüpload was en de eerste bingo niet? Nee, de eerste is niet geüpload, nou. Nee, ik had hem wel geüpload, alleen hij verwerkte hem niet goed. En daar kwam ik gisteren pas achter. Oh. Oh, maar je had hem dus wel ingepland, dus je hebt gewoon één dag geen video gehad. Ja. Ja, maar dat is een extra video op zondag. Ja, het was een extra zondagvideo. Echt, wat zit er in het eitje? Een Snorlax of zo? Die van mij is must be close to hatching of zoiets. Ja, die van mij ook, maar daar hebben we blijkbaar niks aan. Nou, die van mij is uitgekomen. Close to hatching, yo. Je bent zelf close to hatching, zei ik tegen hem. Wow. Dus ik zei ze tegen hem, weet je. Je bent zelf must be close to hatching. Hij werd boos, jongen, die ei. Echt waar. Die ei klinkt dan ook weer als een soort scheldwoord. Dat is extra funny. Ja, als Geert het woord wordt je het land uitgezet. Nee. Die vindt het leuk als ik discrimineer volgens mij. Dat vindt hij mooi. Nou ja, dat is waar. Dus dat is dan weer de pluspunt. En maak dat me te makkelijk, Geert. Je moet het maar moeilijker maken. Misschien minder discrimineren. Oh. Nee, ik accepteer iedereen. Krijg maar behalve mensen die discrimineren. Oh. Ja. Maar jongens, maar meisje. Zo. Nou, grapje. Niet meteen boos worden. Hij voelt zich wel meteen aangesproken trouwens. Dat vind ik wel toevallig. Ik voelde me niet aangesproken. Vind ik wel gek. Maat, dit ei. Mm.
Ik had het sowieso nooit meer gehaald, want dat ei komt niet uit. Ja. Trouwens, waarom gebruiken we niet gewoon even speed-up, speed-button? Dus, ja, jullie hebben de speed-up toch al bij al aan staan? Ja, op 200%, maar niet gewoon de speed-button. Ah, geen schijnende Pokémon. Hoezo werkt mijn speed-button niet? Oh, die heb ik uitgezet natuurlijk. Ik ken mezelf. Ja, ja, hij staat op escape. Hij staat op escape. Kijk. Kijk hem klonken, kijk hem klonken. Nee, vandaag geen enkele schijnende Pokémon. Ik wil jullie bedanken. Ik ben blij dat dit niet binnen de tijd gebeurde. Gadverdamme. Ja. Kutbal bizar. Ontkotsing. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Van deze video. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Vond je het een leuke stream? Kom de volgende keer weer terug. En ik heb er zin in de DLC van de Pokémoning over 2-3 weken. Dan gaan we een spelletje doen. Nee, over 3 weken toch? 3? Ja, 2,5 week. Ik dacht 2, mijn fout. Adios, amigos.